dat is mijn supergrote zak. Ik heb een klein beetje afgezien van de regen. En ik ga meteen beginnen met het eerste item eruit te halen. Als eerste heb ik dit konijntje gekocht. Dit konijntje is super schattig, maar niet alleen super schattig. Maar het wordt ook super warm, want het is een warm waterkruik. In de vorm van stampertje. Nee, de hoes is in de vorm van stampertje. Maar van binnen heb je dus een gewone warm waterkruik. En deze mag elke avond in mijn bed liggen. Vooral omdat dat konijn zo schattig is. Oh, het is echt zo schattig. Deze was wel niet super goedkoop, maar ik kon hem niet laten liggen. Deze was 10 euro. Alhoewel, ik weet niet wat de correcte prijs is voor een waterkruik. Ook heb ik een paar handschoenen gekocht. Eigenlijk 2 paar handschoenen. Want voor 2 paar handschoenen betaalde je 1,50 euro. En handschoenen komen gewoon altijd van pas als je met de fiets rijdt. En ik speel altijd handschoen kwijt. Of ik rijd door regen en een paar handschoenen is nog nat de volgende morgen. Waardoor dat dan heel tijd met koude handschoenen moet rijden of zonder. Ook kocht ik een maskertje. Het PS Cleansing Polishing Charcoal en Black Sugar Scrub Mask. Deze was 1,50 euro. Ik kocht ook een super, super mooi oogpalet. Saint or Sinner Bittersweet Complete Face Palette. Met daarin verschillende prachtige kleuren. Deze kleur Fawn, Flushed, Dusk, Film Beam en Poison. En ik vind dat ze zo'n planeetachtige look hebben. En ik kan niet wachten om ze te gaan testen. Ik ga dat waarschijnlijk in een video doen. Ook kocht ik dit. 6 eyebrow sharpened stencils. Ik had dat ooit al gezien. Ik vond dat wel een leuk gegeven. En nu dat ze bij de Primark te koop waren, dacht ik waarom niet. Deze waren 1,50 euro. Het palet was 7 euro. Ik kocht ook brow perfecting tweezers. Dit zijn deze. En ze zijn super insta girly. Ze hebben namelijk een marble print. Staat er ook op Instagirl. Ik kocht ook nog wat sponsjes. Ik heb namelijk enkel hoge sponsen. Maar hier zitten er ook verschillende kleinere sponsjes in. Wat dat super gemakkelijk is met concealer en zo. En deze waren 3,50 euro voor 4. Dat is super veel Harry Potter stuff. En het enige Harry Potter stuff dat ik kocht was dit. Dit is een patchouli en ginger scented candle van Hufflepuff. En de tekst vind ik echt lelijk, maar ik wil wel een potje met Hufflepuff erop. Dus ik ga deze ook sowieso gaan gebruiken als hij leeg is. Deze was 8 euro. Wat eigenlijk wel duur is van jaars. Nog iets dat ik heel graag wil gaan testen in een video is deze straightening brush van Primark. Deze was 18 euro en ik hoop zo hard dat hij werkt. Ik kocht nog een maskertje in Solven. Dit is de Ho-Ho Glow Illuminating Masker. Een printed sheet mask. Wat dat betekent dat er weer super veel vocht gaat in zitten. Maar het is 2,50 euro en dat is gewoon super leuk. En als laatste. Het is niet echt Harry Potter-achtig, maar ik vind ze zo mooi. En eigenlijk had ik eerst deze gekocht. En ik dacht, ik moet een manier vinden om ze te testen. Daarom heb ik ook dit gekocht. Met deze leuke brushes. Dit is een brush set met 4 borstel slash toverstoffen staffen in. En ik vind dat zo cool. Ze zijn 12 euro en ze zijn een klein beetje dik. En ik denk, maar ik ben niet zeker, dat er een hoesje bij zit om ze in te bewaren.
super leuk en kan niet wachten om ze gaan uit te testen. Dus dank voor het kijken naar deze shoplog. En vergeet je niet te abonneren als je meer video's wil zien. Like als je meer Primark shopslag wil doen, want ik ga wel regelmatig naar de Primark. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye!